Lammers. We zien het achter ons. Geen auto's. In het weekend dat er wel weer auto's en wat voor auto's hadden moeten rijden. Ja. De eerste Dutch Grand Prix sinds 1985. Ja, met wat voor gevoel ben jij dit weekend aan het circuit opgekomen? Ja, heel gemixt, heel raar. Ik heb natuurlijk al de nodige mensen gesproken, maar het is een hele surrealistische situatie uiteraard. Maar ja, we staan op een prachtig circuit en de verbouwing is natuurlijk ingrijpend geweest, maar het ligt er allemaal fantastisch bij. En we zijn de puntjes op de i zijn we natuurlijk allemaal wat later gaan zetten, omdat de tijdsdruk eraf was. Maar voor de rest, het is jammer, maar we kijken nu met verlangen uit naar de eerstvolgende keer dat we hier weer een volle tribune kunnen hebben. Ja, absoluut. Toch dan een heel klein detail uit het leven. Ja. Ik reed hier naartoe. Regen, hagelboutje, nu een opdrogende baan. Qua weersomstandigheden had dit een spectaculair weekend kunnen zijn. Ja, zeker. Zeker. En we weten dat dat ook wel de weersomstandigheden zijn waar onze Max het heel graag mee doet. Maar het is wat het is. En we zijn nu natuurlijk gewoon vooruit aan het kijken van wat wordt het nieuwe normaal. Ja, het nieuwe normaal komen we zo meteen nog uitgebreid over te spreken. Ik wil eerst even terug de tijd, eigenlijk een beetje naar de road to Zandvoort, zoals dat mooi heet. Ja. En eigenlijk misschien wel 4 jaar terug in de tijd, want toen had Max net zijn eerste Grand Prix gewonnen. Ja. Hadden we hier de eerste Jumbo race dagen driven bij Max Verstappen. Ja. En het circuit net in handen van onder meer Prins Bernhard. Ja. Is dat eigenlijk het keerpunt waarop er een frisse wind is gaan waaien en die Formule 1 stapje voor stapje reëel is geworden? Ja, absoluut. Ik denk dat je het heel goed opsomt. En, want Max was natuurlijk degene die, die de atmosfeer gewoon eigenlijk benevelde met enorm veel autosportenthousiasme. En we hebben heel veel nieuwe Formule 1 enthousiastelingen erbij gekregen. En ja, gaandeweg werd het natuurlijk steeds reëler. Ik was absoluut ook wel een van die mensen die dacht van, nou ja, dat is gewoon kansloos. Maar dat geeft ook wel even aan wat voor een geweldige job hier verricht is. Dus ik denk dat we een prachtig team hebben en elkaar heel erg positief houden. En een heel stimulerend effect op elkaar hebben. Dus het is een hele mooie synergie. En mensen die dit achter de schermen meemaken, die snappen wel waarom dat allemaal rondgekomen is. Ja, en in die 4 jaar, ik kan er zo een paar bedenken, mijlpalen, CQ hoogtepunten. Ik weet nog dat jij daarachter met een zwart-wit geblokte vlag stond te zwaaien en dat ene Max Verstappen wegreed. Ja. Het jaar daarvoor dat daar richting de Tarzanbocht een bord omhoog werd gehouden met Chase Carey en een handtekening wordt gezet. Mooie momenten. Wat is voor jou uit de Road to Zandvoort eigenlijk dan het hoogtepunt, als je er echt eentje zou moeten kiezen? Ik denk wel toen Max hier die eerste rondjes reed. Want dat was echt gewoon de bezegeling. Dat was ook voor de echte Zandvoorter is dat muziek in de oren. Gewoon in de oude tijden, als dan gewoon Zandvoort zeg maar in zijn normale ritme zat. Maar er werd hier een Formule 1 auto gestart. Nou, er waren er een heleboel. Die lieten gelijk al het gereedschap vallen. En die sprongen op hun fiets, op brommer of wat dan ook. En die gingen gewoon hier langs de duinen ergens naar kijken. Want er gebeurde wat. Dus wat dat betreft, wat de kerkklokken zijn voor Maranello in Italië als Ferrari gewonnen heeft. Dat is wel gewoon het geluid van de Formule 1 auto hier in Zandvoort. Dus dat moment dat Max hier echt met de Formule 1 auto anno 2020 op het nieuwe circuit reed. Dat was echt wel een kippenvel momentje. En ik krijg nu ook kippenvel terwijl ik het vertel. Ja, en ook een moment dat, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, omdat de hele wereld over gegaan is. En waarna je ook reacties kreeg, bijvoorbeeld door die onboard van, oh wat ziet dat er gaaf uit. Ja. Die twee kombochten. Neem ons bijvoorbeeld eens mee wat jij internationaal gezien voor reacties hebt gekregen. Want de Formule 1 is er nu niet, maar dat prachtige circuit ligt er nog wel. Ongelooflijk. En van mensen die zeggen, John Watson, waar ik vroeger mee heb samengereden bij Jaguar en zo, maar ook in de Formule 1, die zegt van, well, I don't know how you did it, but it's incredible. Mensen die gewoon werkelijk met stomheid verbaasd zijn. En ik heb het nu nog. Dat zijn momenten dat je echt snapt dat je een heel bijzonder circuit hebt. En dat is ook wel belangrijk voor de complex, voor de business hier in Nederland en in Zandvoort. Want je haalt toch grote bedrijven hier naar de regio. Dus wat dat betreft hebben we naast gewoon het pure autosport gebeuren heel veel andere aantrekkingskracht weten te creëren. Over die business gesproken. Ik sprak vorige week vrij lang met circuitdirecteur Robert van Overdijk. Hij gaat daar natuurlijk meer over dan dat jij daarover gaat. Maar hoe groot is de klap dat qua
exploitatie en dingen, dat ook alles stil ligt. Want mensen denken alleen maar aan de Formule 1, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Nou ja, kijk, Zandvoort was natuurlijk altijd een circuit wat, wat optisch, als je hier een keer kwam, dat je dacht van jongen, hier mag wel wat gebeuren. En dan lik je verf erop. Maar de jaarrekeningen zagen er altijd goed uit. Hè. Zandvoort was een heel goed lopend bedrijf wat betreft gewoon de algemene verhuur. Hè, dus die heeft altijd gewoon op eigen kracht de exploitatie moeten doen. En dat is nu weggevallen. Moeten we ons nog zorgen maken of is er wel vet op de botten? Nee, ik denk dat in zekere zin hebben wij nog wel geluk. Omdat je hebt natuurlijk gewoon je ingericht voor alle investeringen voor de Grand Prix. Alles lag hier natuurlijk op de plank om een fantastisch evenement uit te rollen. We zijn nog steeds gewoon een heel gezond bedrijf. Alleen ja, we kunnen later beginnen dan we hadden gepland. Dus het is meer dat bij die investeringen gewoon een stuk bij is gekomen. Een evenement uitrollen, een prachtig evenement uitrollen, dan moet ik toch naar de actualiteit. Want het lijkt bijna een nationale discussie in Nederland, in ieder geval de autosportwereld. Moeten we het in 2020 na 1 september, want voor 1 september mag niks, nog zonder publiek willen? Of alles doorschuiven naar volgend jaar? Ik weet dat jij op persoonlijke titel hebt gezegd in het begin, zonder publiek kan ik me niet voorstellen. Ja. Maar wat is het met meer formele standpunt, zou ik willen vragen? Ja, het was meer vanuit een persoonlijk oogpunt als autosportenthousiast. Toen dacht ik van ja, dat kan je niet maken. Van hier een Grand Prix houden en dat publiek mag er dan niet bij zijn, weet je. Ja. Maar goed, het is het virus wat regeert. En wij mogen allemaal mooie titels hebben. Maar wij moeten er ook achter de feiten aanlopen. Nee, maar het is meer nu op dit moment een kwestie dat FOM moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om natuurlijk de schade te beperken. En die krijgen echt enorme klappen. Dus die moeten eigenlijk ook de koopmannen uithangen, om het even heel simpel te zeggen. Heel platvloers. Maar kijk, bijvoorbeeld als zij in Zandvoort willen rijden zonder publiek, ja, dan moeten zij natuurlijk de operationele kosten betalen. En dat is best substantieel. Maar wat je nu krijgt, is dat wat wij dan vragen en nodig hebben om het te runnen, dat wordt dan gelegd naast bijvoorbeeld een Hockenheim die in één keer zegt van nou, voor de kostprijs of voor niets mag je hier rijden. Of andere circuits, Imola en allerlei andere circuits, die kunnen gaan zeggen van nou, je mag bij ons voor niets rijden. En dan zodra die Grand Prix geweest is, gaan ze natuurlijk kijken of ze op die agenda kunnen blijven. Van nou, wij hebben jullie toen geholpen en proberen dat uit te onderhandelen. Dus iedereen doet natuurlijk wat zichzelf het beste uitkomt. FOM daarentegen kan dat argument weer gebruiken van ja, hoor eens, we kunnen daarvoor niks rijden. Dus weet je, dus kortom, het is gewoon marktwerking en het is een logische manier van onderhandelen waar we wel met veel respect en begrip met elkaar omgaan. Maar ja, dat zijn wel de feitelijkheden waar we mee te maken hebben. Moet ik het dan zo begrijpen dat Zandvoort bereid is om in het belang van de sport te denken? En als er in 2020 een race zonder publiek zou worden gehouden, dat ook puur in het belang van de sport is om bijvoorbeeld teams en dergelijke overeind te kunnen houden? Ja, tuurlijk. Dat wil alleen niet zeggen dat wij daar kosten aan kunnen besteden. Dus het feit dat we daar niets aan verdienen en alleen maar tijd en energie in stoppen en dat dan tegen maar een neutrale opbrengst is. Dat als het een klein beetje overzichtelijk kost, ook om je bijdrage te leveren voor de PR en noem maar op. Maar het moet wel allemaal heel erg verantwoord blijven. Maar in principe, het moet ons niet mogen kosten, want dat is niet verstandig ten opzichte van onze eigen exploitatie. Nee, dat is helder. En dat op zich moet FOM of Liberty of wie dan ook moet over de brug komen. Naast dat financiële verhaal lijkt mij er ook nog een bijna een emotionele aspect aan te zitten. Dat veel mensen zeggen, ja, die eerste sinds 85, als je het zonder publiek doet, haalt dat niet iets van de glans eraf voor de komende jaren? Hoe zie jij dat? Nou ja, dat zijn natuurlijk van die situaties, die zijn gewoon te vergelijken, denk ik, dat als je net een mooi moment met je vriendin bereikt hebt en de telefoon gaat, weet je. We moeten het moment niet verliezen. Wij zijn gelukkig gezegend met een enorme mooie fanschare. En zolang Max natuurlijk zijn mooie prestaties blijft leveren, blijft dat enthousiasme wel overeind. Dus ja, voorlopig zou ik zeggen, het duurt een jaartje langer. Of we nou na 35 jaar terugkomen of na 36 jaar, op die schaal bekeken, valt het allemaal mee. Maar aan de andere kant, ik denk ook, het is misschien ook wel beter als het grotendeels achter de rug is dat wij weer een normaal evenement kunnen houden. Want het evenement wat wij in de planning hadden staan, om dat te vertalen naar een 1,5 meter evenement, ja,
Kun je voorstellen, een dansvloer hier in het Fan Village, waar je moet opletten dat je... Meetlatje erbij. Ja, waar normaal mensen natuurlijk gewoon met een biertje omhoog gewoon tegen elkaar aanlopen. Dan moet je hier gewoon om je heen kijken. Dus moeten we allemaal van die grote skippyballen met 1,5 meter doorsneden aangetrekken als pak. Dus ja... Dat wil je ook niet, weet je. Dus je wil eigenlijk, als je het evenement mag uitrollen met het publiek, wil je ook dat we er een mooi feest van kunnen maken zoals we het gewend zijn. Ja, om het deel van Zandvoort een beetje af te sluiten, houden we ons dan vast aan het gezegde, wat in het vat zit, verzuurt niet? Ja, ik denk dat we het absoluut daar mee moeten houden. Ik denk drama's zijn nog steeds vliegtuigongelukken. En de mensen die echt gewoon dit niet overleven. En de families daarbij en noem maar op. En dit is een sportevenement. En dan moet je je ook gewoon sportief opstellen. Ondanks het feit dat er heel veel geld mee gemoeid is. Maar geld en moraal, dat mag niet met elkaar te maken hebben. Hoewel het wel vaak gebeurt, maar... Iedereen moet gewoon, denk ik, gewoon zijn ding doen. En als we straks weer aan de gang komen, dan brullen de motoren hier weer. En dan dat andere kippenvel moment dat ze alle 20 hier de Tarzanbocht ingaat. Dat gaan we nog wel meemaken, maar we moeten nog even geduld hebben. Ja, en is dan het ultieme scenario een vaccin? Toch een oranje massa? En op dat hoogste treetje wat ik daar achter jou net zie, dat we daar volgend jaar in mei Verstappen neerzetten? Nou, ik denk dat we voor de Formule 1 een mooie podium hebben. Maar ik denk dat Max alles in zich heeft om daar bovenop te stappen, ja.